Goedemorgen en wat leuk dat je weer kijkt naar de Direct Duidelijk Tour. Vandaag gaan we het hebben over al die websites van de overheid en of dat niet wat minder kan. En als het dan wat minder kan, hoe doen we dat dan? Want we hebben als overheid wel heel veel websites. We weten misschien niet eens hoeveel dat er precies zijn. Vandaag gaan we het hebben over vragen als: hoe krijg je nou grip op jouw digitale informatiehuishouding? En hoe zorgen we ervoor dat al die websites ook nog echt digitaal toegankelijk zijn? En zitten bewoners nou eigenlijk wel te wachten op een nieuwe website voor elk project, voor elke campagne? En als je dan gaat opruimen met die websites, hoe ruim je die dan op? Nou, het komt allemaal aan bod in deze aflevering van de Direct Duidelijk Tour. Ik spreek met gasten hier in de studio en straks ook online. Dan praat ik met Pim Ramakers van Websites op Orde. En bij mij in de studio zitten Gail van Donselaar van de gemeente Gouda en Oskar Koeroo van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat fijn dat jullie er zijn. Welkom. En jij kan zoals altijd meepraten. Dat kan je doen in de chat. Daar ontstaan altijd hele leuke discussies. Doe vooral mee. Open nu ook de chat vooral. En wie weet stelt iemand van jullie straks wel een vraag die ik hier weer aan onze gasten in de studio kan stellen. Dus doe dat vooral. Open de chat nu. Maar laten we vooral snel beginnen met jullie, onze gasten. Gail, vertel, wie ben je, waar werk je en wat voor werk doe je nou precies? Ja, nou, mijn naam is Gail van Donselaar. Ik werk op de afdeling dienstverlening bij de gemeente Gouda als redacteur en adviseur online media. En dat betekent dat ik me bezighoud met de gemeentelijke website, dus met Gouda.nl. Maar ook met de digitale toegankelijkheid daarvan en ook met de digitale toegankelijkheid van al onze andere websites en apps. En als je zegt al onze andere websites, hebben jullie er veel? Best wel, ja. We hebben er 48 in totaal. Voor de gemeente Gouda heeft al 48 websites. Ja, nou, websites en apps. Het zijn 32 websites en de rest zijn... We gaan het er straks uitgebreid over hebben, maar je zei nog iets interessants. Je werkt voor de afdeling dienstverlening. Klopt. Dus je werkt niet voor communicatie, je werkt echt bij de afdeling dienstverlening. En daar valt dus de website om bij Gouda. Ja, klopt. Ja. Wij hebben communicatie decentraal geregeld. Dus dat betekent dat de redactie en grafische vormgeving zit bij dienstverlening. En het KCC en het klantcontactcentrum. En de woordvoerders zitten bij bestuurs- en managementondersteuning ondergebracht en interne communicatie. En dan hebben we nog verschillende communicatieadviseurs voor verschillende domeinen. En die zitten dan echt op de verschillende afdelingen. Maar we werken wel goed samen. Daar ben ik ook benieuwd naar. Daar ga ik het straks nog uitgebreid met je over hebben. Hoe werk je dan samen als het om al die websites gaat? Ja. Oskar, vertel, wie ben jij precies, waar werk jij en wat doe jij voor werk? Ja, ik ben dus een departementaal CISO, Chief Information Security Officer. Dus ik ben verantwoordelijk voor alle informatiebeveiliging van het gehele, ja, zoals wij dat noemen, concern. Dus alle organisaties. Die allemaal onder dat ministerie vallen. Onder het ministerie vallen. Dus wij hebben de zorg voor alles van het kerndepartement tot en met de publiekrechtelijke ZBO's. En alles wat daartussenin zit. En ZBO staat voor? Zelfstandig bestuursorganen. Dus. En kan je daar een voorbeeld van geven aan mensen? Bijvoorbeeld het CAK of de Dopingautoriteit. Nou, dat zit dus meer op de sport. CAK over geldstromen en kredieten en dergelijke en gelden. Maar ook het Zorginstituut Nederland, dat zijn weer onafhankelijke organisaties. En die ondersteunen we, helpen we. En er zit ook een verantwoordingslijn weer terug naar het ministerie natuurlijk, van hoe zij dat allemaal doen. Ik werk zelf in de directie informatiebeleid en CIO, Chief Information Office. Allemaal afkortingen. Maar het komt in ieder geval op neer voor mijn team, cybersecurity, al dat soort digitale dreigingen en problemen. Ja, dat komt uiteindelijk bij ons vandaan. En wij zijn natuurlijk bezig met... De problemen komen niet bij jullie vandaan, hè? Nee, sorry, de oplossingen op de problemen. Al moet ik wel zeggen, de problemen komen wel... Komen wel bij jullie. Bij ons uit, om het daarna op te gaan lossen, inderdaad. En we zijn ook bezig inderdaad met allemaal preventie. En dat is ook een aanleiding hier om in te zetten... wat kunnen we nou doen om dat goed en veilig te laten verlopen. En dat, en ik vroeg net ook aan Gail, maar een beetje, weet jij hoeveel websites jouw ministerie al heeft? Ik weet wat het nummer is in de registratie. Ik weet ook dat wat we in de registratie hebben, dat het al 2,5 keer meer is voor het kerndepartement van wat we via wat onderzoekjes hebben kunnen vinden. Hoeveel is dat dan? Nou ja, de registratie telt 2600. Websites? Domeinnamen en daar zitten ook wat systemen onder, maar ook heel veel websites. Er zijn heel veel uitingen. Ja. Dan merk je wel inderdaad, het ministerie heeft zoveel verschillende aspecten in de zorgsector, het welzijn en de sport. Ja. En dat gaat allerlei kanten op. En dit is alleen nog wat we weten van het kerndepartement. Dan hebben we nog niet de optelling gemaakt van wat het RIVM heeft. de NZA, CIZ, al die andere onder dat ministerie. Dat zijn er dus heel veel bij elkaar. En om voor mij om het nog een beetje te snappen, ik ken natuurlijk de website van het ministerie, maar noem eens een andere website die ook bijvoorbeeld onder jullie valt, waar ik misschien niet meteen aan denk. Nou, denk aan alle websites die te maken hebben met de corona. Ja. Vrij bekend natuurlijk. Alle dienstverleningen die over heel veel organisaties dan ook weer gaan. Dus bijvoorbeeld cbgmap.nl, dat is er weer één. Dopingautoriteit.nl. Iedere organisatie hebben er weer één. Maar er zijn ook weer heel veel campagnes. En de campagnewebsites, ja, die komen uiteindelijk ook onder onze regie. Ja. Boeiend onderwerp waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben. Gail, waarom is het nou eigenlijk een probleem dat er zoveel websites zijn? Nou ja, ten eerste moet je afvragen, wil je zoveel websites wel hebben? Want vindt de inwoner nog wel waar die naartoe op zoek is? En daarnaast is het niet alleen maar dat je een website neerzet. Er zit daar nog heel veel meer aan vast. Zoals? Nou ja, denk aan inderdaad de digitale toegankelijkheidseisen. Maar je moet een website ook archiveren. Dus het moet daaraan gehangen worden, aan bijvoorbeeld een archiefweb. Je moet ervoor zorgen dat die up-to-date blijft. Want niet zo erg als een finaal verouderde website. Mm-hmm. Dus er zitten heel veel aspecten nog omheen. Ja, het is niet alleen even een website en dan hebben we alle informatie gecommuniceerd, om het zo maar eventjes te zeggen. Nee, en dat realiseren mensen zich eigenlijk helemaal niet. Nee, merk je dat in jouw organisatie? Dat als iemand bijvoorbeeld komt met een verzoek voor een website, dat je denkt, oh ja, mensen realiseren zich eigenlijk niet dat je ook over archivering moet nadenken, ook over die digitale toegankelijkheid? Nee, dat realiseren zich niet. En vaak komen ze ook niet bij ons, maar poppen die websites zomaar op, omdat mensen zelf aan de slag gaan met websites, met bureautjes, of dat het ergens in een aanbesteding staat, dat bijvoorbeeld een aannemer ook nog een website erbij doet. Ja. En ja, dan op een gegeven moment vinden wij dan toevallig ergens weer een website die van ons is. En dan heb je er zo weer eentje bij. Ja. Zijn er nog andere aspecten waar we moeten denken waarom het zo erg is dat er veel websites zijn? Nou ja, ik wil even doorhaken op hoeveel van dat soort regelingen zijn er dan? We zijn gaan tellen en we komen op 25 kaders en wetgevingen. Over websites? Per website, waar je aan moet voldoen. En een deel daarvan heeft te maken met standaardisatie, bekend van forumstandaardisatie. Dus dat zit hem in de veiligheidsaspecten. Maar gebruik je wel het slotje in je browser? Is de e-mail wel veilig? Dat zijn een heel aantal van die verschillende kaders waar je aan moet houden. En dan heb je nog inderdaad de WO, de open standaarden. Dan heb je nog de verplichting op inderdaad de archiefwet. En tel maar door. En de toegankelijkheid, dat zijn heel veel van dat soort aspecten. Maar zelfs de tenaamstelling voor de domeinnamen, daar is beleid over geschreven, wat soms wat creatief wordt ingevuld. Er komen wat creatieve campagnes uit. En dat is op zich oké. Dus de creativiteit moet lekker doorgaan. Want dat sluit goed aan bij de mensen die het willen lezen. Maar als je dan vraagt, maar heb je rekening gehouden met al deze aspecten? En dit zijn alleen nog maar de aspecten wanneer je start. Want als die website online is, ben je er ook verantwoordelijk voor. Wil je hem opruimen, ben je er ook verantwoordelijk voor. Al die fases en al die stappen, dat zijn er nogal wat. En daarom zijn we bezig geweest met het eigenlijk onderzoeken, wat moet je nou eigenlijk doen? Hoe ziet het eruit? En kan je daar eventueel een checklist van maken? Maar eigenlijk, als ik me nu dat realiseer, stel ik zou ergens werken en ik wil een website maken, dan moet ik dus al aan 25 regelingen voldoen voordat die website überhaupt ook maar live kan. Ja, dat slaan, hoe zou ik het zeggen, dat hebben we niet met z'n allen goed verteld aan elkaar, want die regelingen zijn per regeling steeds ontstaan. Ja. Ik werk hier nu 2,5 jaar en in het begin telde ik de 21 en nu tel ik er 25, omdat er een aantal nieuwe verplichtingjes bij zijn gekomen. Ja. Dat zijn soms technische verplichtingen, dus dat kan er wel bijgezet worden, maar dat moet dan ook weer geregeld worden. Maar dat beseft niet iedereen wanneer ermee begint. Nee. En ook niet wat de waarde is voor even nadenken. Wat betekent dit nou in het grotere spel? Hè? Heb je wel nagedacht over een communicatiecampagne? Hoe past dit nou in het grotere geheel? En ook welke infrastructuur ga je hiervoor gebruiken? Dat is ook zeer bepalend. Met hoeveel werk je nu hebt. Soms lijkt het wel, ik herken het ook inderdaad, heel snel eventjes een collega die zegt, nou, ik ga nog even, ik krijg er gratis een website bij een project. Nou, fantastisch. Maar dat heeft wel weer heel veel nadelen, want dan kom je al deze aspecten tegen. Die moet je allemaal inregelen. En die moet je dus ook allemaal beleggen bij iemand. Hè? Dus iemand is daar verantwoordelijk voor, om ervoor te zorgen dat het ook, dat je blijft voldoen, dat je sowieso voldoet, maar dat je ook blijft voldoen aan die 25 eisen. Ja, uiteindelijk komt het dan toch weer neer. Degene die het inderdaad bestelt, die is ervan. Ja. Zo is beleidstechnisch bij de overheidsorganisaties geregeld. Dat is op zich wel een uniformiteit die we delen met z'n allen. Je wil iets, daar ben je dan ook van, want daar zit ook inderdaad die verantwoording. Maar we hebben niet altijd goed verteld wat dat nou eigenlijk is. Wat betekent het nou om daarvoor verantwoordelijk te zijn en daarvoor al deze aspecten in te moeten regelen? Gelden die 25 regels en kaders alleen voor de overheid of gelden die eigenlijk voor iedereen die een website? Volgens mij geldt dat voor... Nou, een aantal daarvan die zijn heel erg specifiek natuurlijk. Een archiefwet is wel heel erg specifiek voor de overheid. Ja. De WO, idem dito, Wet Open Overheid. Ja. Maar een aantal andere beveiligingsaspecten... dat zijn weliswaar adviezen naar de industrie toe, naar de markt. Maar dat zijn wel de industriestandaarden. En die vraagt de overheid aan zichzelf... maar ook aan andere partijen om in te vullen. Allemaal redenen waarom we eigenlijk minder websites zouden moeten hebben. Dat heeft met dit soort dingen allemaal te maken. Maar ik vraag me ook af, wat wil de gebruiker nou eigenlijk? Weten we daar iets over? Nou ja, we kunnen uiteindelijk wel eens stellen van wanneer is het een beetje misgegaan. We komen een beetje terug op een publicatie die toch wel ons wel geraakt heeft. En dat is het bericht van Arjen Lubach over hoe communiceren we met mensen via websites. En in de coronatijd moest er heel snel veel gecommuniceerd worden. Dat is wel langs de crisis communicatielijnen gegaan. Maar dan merk je toch wel dat er wat directies en activiteiten zijn... die heel snel in nieuwe website, in nieuwe uiting... en er wordt heel snel geroepen vanuit het bestuurslaag... of eventueel vanuit de minister zelf... we hebben nu een website nodig voor X. En dan is de vertaling van de collega's soms... dan hebben we dus een compleet nieuwe website nodig. Dat is niet altijd zo. Daar moeten we dan even over nadenken. Wat betekent dat? En ik kan me wel voorstellen, in zo'n crisis... dan kan dat dus ook. Hè? Dus je kan ook wel het goede doen. Je hoeft niet altijd heel snel, lijkt soms dan... En heel veel dingen zijn de reden te zijn waarom er dan wel een website oppopt. Maar jij zegt eigenlijk, er zijn oplossingen voor. Er zijn oplossingen voor en er zijn heel veel mogelijkheden... om toch even na te denken. En dan merk je ook wel, in de crisis gaat het echt heel snel. Dus laten we alsjeblieft buiten de crisis even goed oefenen... Hoe dat gestroomlijnd kan. Want als het nu makkelijk gaat of moeilijk gaat... en dan krijgen we dat daar alleen maar vergroot weer terug als ellende... met veel stress. En dat hoeft niet... En dus moeten we elkaar nu helpen met wat zijn nou de goede manieren om dat te regelen. Ja. En wat ik ook nog wel fijn zou vinden, maar wat ik eigenlijk mis... want we nemen aan dat inwoners het niet fijn vinden... dat er heel veel websites bij komen. Ik denk ook echt dat dat zo is. Maar er is helemaal geen echt onderzoek wat dat bevestigt. Dus ik zou het heel fijn vinden als er ergens een keer... een heel groot onderzoek naar komt binnen Nederland. Want dan hebben wij ook echt wat meer slagkracht om te zeggen van... jongens, kijk... Mensen willen het helemaal niet. Willen het ook niet. Weet je, we hebben allemaal regels, maar uiteindelijk wil die eindgebruiker... de gebruiker centraal, waar we het hier over hebben... die wil het ook niet. Dus dat zou ik heel fijn vinden. Want nu roepen we het wel, maar we hebben eigenlijk niks om het echt te onderbouwen. Ja, mijn collega's hebben er een intern onderzoek natuurlijk naar gedaan... van wat is er nou eigenlijk gebeurd. En nou goed, al deze voorbeelden die hebben we dan natuurlijk ook allemaal beschouwd... van wat is er nou eigenlijk gebeurd in zo'n crisistijd... Want toen was de tijd heel erg versneld aan het gaan. Alles werd ineens in heel weinig tijd moesten we beslissen. En dan merk je, wat is eigenlijk de grote strategische communicatielijn geweest? Heeft iemand nagedacht over op welke manier we de gebruikers, inwoners, burgers... hoe we die willen laten reizen door die communicatieterrein heen van begin tot eind? Ja. En dat is nog een hele klus eigenlijk. Dus hebben we platen van gemaakt... En dan zie je dat iemand begint hier en dan moet je eigenlijk daaruit komen. En we komen uit onderzoekjes dan eruit, dat gebeurt niet. En ineens verzand je in het moeras wat gepresenteerd werd bij Lubach. Nou, dat is toch wel een heel interessant iets geweest. En het belangrijke is, bedenk helemaal vanaf het begin... hoe gaat die campagne eruit zien? Wat wil je vertellen? Hoe wil je dat iedereen er doorheen springt? En dan is het aantal websites misschien niet het grootste probleem... maar wat is het grotere verhaal erachter? Ja. Hoe wil je dat mensen werken hiermee? Ja, we gaan straks ook nog over oplossingen praten. Maar ik ben eerst wel eigenlijk gewoon benieuwd... hoe gaat het nu in Gouda? Kan je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Wij zijn een tijdje geleden begonnen... om te gaan inventariseren welke websites, mobiele applicaties... en apps we nou echt allemaal hebben. Bij wie die binnen de organisatie in beheer zijn. Bij welke hostingpartij, welke... webleverancier. Dus eigenlijk om dat allemaal in kaart te brengen. Om ervoor te zorgen dat daar overal digitale toegankelijkheidsverklaringen voor zijn in het register. Dus je bent echt een rondje gemaakt langs al die mensen? Nou, we zijn niet echt overal langs geweest, maar we hebben her en der gezocht of gekeken en dat samengebracht. En dan inderdaad op een gegeven moment ook wel de telefoon gepakt van klopt dit inderdaad nog wel? En ja, sommige mensen waren uit dienst, dus wie heeft dat dan overgenomen enzovoort. Dat we in ieder geval een beeld hebben wat we allemaal hebben. En dat was eigenlijk onze eerste stap. Waardoor we nu wel precies weten wat we hebben. Want zijn nog niet allemaal zijn ze digitaal toegankelijk. Want je hebt natuurlijk die verschillende statussen. Waarbij, omdat je een website moet testen, moet laten toetsen door onafhankelijke partij om te zorgen dat of je inderdaad digitaal toegankelijk is. Dan kan je van A tot en met D, met A, je voldoet aan alle 50 criteria. B, je hebt getest, maar je voldoet nog niet aan alles. C, je wil... de site gaat of binnenkort binnen 6 maanden online of binnen 6 maanden laat je toetsen. En D, er is wel een verklaring, maar verder nog niks mee gedaan. En sinds een half jaar heb je nu ook E. De E van ellende. Nou inderdaad. Dit staat allemaal in het dashboard digitoegankelijk. En op een gegeven moment... Zijn die mensen die daarachter zitten gaan kijken, gaan zoeken eigenlijk welke overheidswebsites er nog meer zijn die nog niet in dat register staan. Mm-hmm. En al die organisaties waarvan zij dachten deze websites horen daar, die hebben daarvan over bericht gekregen en die zijn allemaal in die E-status gegaan. En hoe is het bij jullie? Wij hebben geen E's. Gelukkig. En heel eerlijk, daar ben ik behoorlijk trots op. Ja, dat kan ik me voorstellen, dat mag je ook zijn. Hoe werkt jullie aanpak in Gouda precies? Kun je ons daarin meenemen? Ja, we hebben sowieso een projectgroep die zich bezighoudt met digitale toegankelijkheid. We hebben een praatplaat gemaakt, / ook ons projectplan. Eigenlijk is dat 2 in 1. Je hebt hem ook meegenomen, dus laten we daar even naar kijken. Ja. We zien hem hier inderdaad in beeld. We zien in het midden een hele grote olifant. Kun je uitleggen waarom ik een olifant zie? Dat komt omdat ons motto eigenlijk is... hoe eet je een olifant hapje voor hapje? Oftewel, je kan niet alles in 1 keer doen. Je moet het gewoon stap voor stap en binnen de capaciteit die je hebt. Ja. Dus het heeft een lange adem nodig. Al die stapjes hebben jullie in deze praatplaat gezet. We delen die trouwens ook in de chat, dus daar kan je hem vinden en downloaden. En je voordeel er vooral mee doen, want dit is eigenlijk een heel projectplan op 1 A4'tje. Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer. En dat is goed. Lekker kort en bondig, zodat je weet waar je mee aan de slag gaat. En de dingen waar jullie dus mee bezig zijn, ik zie ze hier staan. En dat is het aanpassen of nieuw bouwen, bewustwording creëren, borging regelen, alternatieven zoeken. En het inventariseren van websites en applicaties met een voorkant. Dat is waar jullie mee zijn. Lees het vooral door straks. Ja, precies. Gaan we even naar het ministerie. Hoe gaat het daar nu? Hoe zijn jullie bezig met dit verhaal? Nou, we zijn al een tijdje bezig. Het is vooral een achtergrondproject geweest aan de ene kant. En aan de andere kant heel erg dominant de lessons learned van wat we al in eerdere projecten hebben meegemaakt. Wij hebben bijvoorbeeld een project rond 2020 gehad om het op te ruimen. Alleen het nadeel is, nadat de opruimactie klaar was om allemaal websites te cleanen en... heeft flink wat te reduceren overigens, wat gewoon niet meer nodig was. Er was geen campagne meer. Er was, dat mocht eindelijk een keer weg. Nou, oké. Nou, dat is gelukt. Alleen daarna krijg je het probleem, het is een project geweest... en dan is het een schoonmaakactie geweest. Tot in hoeverre hebben we dit kunnen borgen in de organisatie? En is het nou eigenlijk bij de bron echt goed aangepakt? Dan merk je dat het niet helemaal goed is aangeslagen bij iedereen... om goed te weten, hoe moet je het nou goed doen? Dus na een paar jaar tijd zie je dat we weer op hetzelfde niveau wat terug zijn. Ja. En nu komt weer de realisatie, hoe zijn we hier nou weer gekomen? Nu komen de analyses, zijn nu klaar van hoe we communiceren in crisistijd. Dat is omdat het gewoon versneld en ineens op de voorgrond staat. Waar je net over had, hè? Ja. Precies, en daar ga je dan aan die kant over nadenken, over de communicatiekant. Aan de technische kant moeten we ook aan de collega's kunnen vertellen... waar begin je nou echt? En begint dat bij de online adviseurs? Begint dat bij de techniekcollega's? Waar wil je dat het begint? Nou, dat is nog steeds een klein beetje een onderhandeling. Waarom? Omdat wij al achterkomen dat we met 7 verschillende afdelingen bezig zijn... om 1 website in de lucht te halen. Dus het is heel erg lastig, want de online adviseurs... die gaan niet per se over de techniek, maar die kunnen wel vertellen... daar moet je de mosterd halen voor dat stukje. Dit stukje haal je daar, dit stukje haal je daar. En dat is flink puzzelen. Ja. 7 afdelingen voor 1 website. En ik hoorde net dat aantal websites. Dan ik loop er zo'n rekensommetje te maken. Ik begrijp de verleiding om dan over te gaan tot het alternatief. En dat is, weet je wat, ik regel het wel op een alternatieve manier. Nadeel is, op de lange termijn heb je natuurlijk weer die borging niet. En dan gaan we vragen stellen over digitoegankelijkheid. En dan komen we er ineens achter, oei, dat zat hem niet in dat ene pakketje. Want we hebben afgenomen bij misschien wel een hele andere partij of iemand die dat snel kon regelen. We krijgen trouwens ook een vraag binnen hierover. Wat doen we nou eigenlijk met webstatistieken of data van verouderde of misschien wel verdwenen websites? Wat doen jullie daarmee? Uiteindelijk wordt dat een gesprek met iedereen die verantwoordelijk is voor de websites. Daar zit natuurlijk 1 stap voor. Dat hebben we in de afgelopen jaren, hebben de online adviseurs daar heel veel inzet op gehad van de directie communicatie. Om uit te zoeken van wie is de website nou eigenlijk? Zodat het gesprek kan worden gestart. Is deze campagne nog wel nodig? Is deze website nog wel nodig? Is deze uiting nog wel enigszins nuttig? En dat zijn ook de gesprekken die we eigenlijk moeten verplaatsen van online advies naar dat de directie zelf, iedereen die verantwoordelijk is voor zo'n website, dat ze zelf periodiek gaan nadenken hierover. Dat we alleen maar de trigger hoeven te geven. Hey, heb je al eens periodiek nagedacht? Kan het al weg? Ja. Dat klinkt heel raar. Aan het begin van een campagne of aan het begin vragen of ieder kwartaal van zou het weg moeten? Daar zijn we nog niet helemaal uit. Het kan natuurlijk ook andersom zijn. Hè? Dat er een verouderde website blijkt te zijn waar enorm veel bezoek op gegenereerd wordt. Waar niemand meer van weet. Ik weet niet of het ook tegengekomen. Die varianten kunnen ook. Maar we hebben bijvoorbeeld ook op de Rijksoverheid.nl staan bijvoorbeeld ook de kamerstukken met daaronder soms een linkje naar een pagina. Oh ja. Ja, gaan we die ook aanpassen of vertellen linkje weg? Nou, dat is een beetje raar. Misschien moeten we dan vertellen dit was de pagina, maar er is nog geen linkje meer. Al dat soort kleine dingetjes komen naar boven. En we komen erachter, dit hele dossier kent zoveel kleine aspectjes dat het daarom zo lastig is. We gaan naar onze online gast en dat is Pim Ramakers. Pim, als het goed is, hebben we nu contact met jou. Jij werkt voor Websites op Orde. Ja, fijn dat je er bent. Kan je een beetje vertellen wie je bent en wat voor werk je doet? Ja, mijn naam is Pim Ramakers en ik ben sinds kort als projectleider verantwoordelijk voor het project Websites op Orde. Dat is een samenwerkingsverband tussen de directies communicatie en informatievoorziening van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ja, en wat is dat project precies, Websites op Orde? Nou ja, het doel van het project is eigenlijk dat we meer grip krijgen op ons portfolio van websites. Praktisch gezien betekent dat eigenlijk een aantal zaken. Ik zag net een hele mooie olifant voorbij komen. Je zou dit kunnen voorstellen als een soort van 3-4-trapsraket. In de eerste plaats willen we duidelijkheid hebben over welke websites het precies gaat. En daarover zoveel mogelijk informatie verzamelen en vastleggen. En dat lijkt misschien voor de hand liggend of eenvoudig. Maar naast het kerndepartement zelf zijn er ook allerlei bestuursorganen, partnerorganisaties, campagnes en programma's. En die willen allemaal of hebben allemaal hun eigen website. Dus ons vertrekpunt was het in kaart brengen en analyseren van het hele portfolio. Stap 2 is vervolgens beoordelen of alle websites voldoen aan de wet en regelgeving. Als projectteam toetsen wij of alle websites voldoen aan de veiligheidseisen. Eisen op het gebied van privacy, toegankelijkheid en archivering. De zaken waar Oskar net ook al eventjes aan raakte. En het is met name belangrijk dat we daar ook over in gesprek gaan met de eigenaar om te kijken hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren. Stap 3 is dan vervolgens het maken van heldere procesafspraken. Met name als het gaat om het aanvragen van nieuwe websites. Door juist dat in het begin heel goed in te regelen, kunnen we er vanaf lancering voor zorgen dat websites voldoen aan de eisen. En daarmee hopen we dus ook een beetje aan die wildgroei aan websites iets te kunnen doen. Dat doen we niet alleen naar de voorkant, kijk ook naar de achterdeur. Het lijkt misschien alsof die af en toe op slot zit. Maar het komt er vaak eigenlijk op neer dat er gewoon onvoldoende aandacht voor is. Dus we proberen ook als projectteam collega's en directies te ondersteunen in het opheffen van websites. En tot slot is stap 4 het onderzoeken op welke manier we het toezicht en beheer op alle websites op de lange termijn kunnen borgen. Ja. Dus lang verhaal kort, het doel van het project is grip krijgen op het portfolio door inzicht te verkrijgen. Te zorgen dat alle websites voldoen aan de eisen. Goede afspraken te maken. En ervoor te zorgen dat de toezichtbeheer en de ondersteuning voor de lange termijn is geregeld. Ja, 4 hele duidelijke stappen. Dan ben ik natuurlijk benieuwd, waar staan jullie nu in dit project? Toevallig hebben we intern net een nota opgesteld waarin een aantal mooie mijlpalen hebben opgezond. Dus ik zal er een paar noemen. We hebben eigenlijk alle websites geïnventariseerd, geanalyseerd en ook opgenomen in een nieuwe database. Hè. Hopelijk kunnen we daarmee ook goed portfolio management in de toekomst doen. Mm-hmm. We hebben alle informatie over het ontwikkelen, beheren en offline halen van de website gecentraliseerd op het Rijksportaal voor medewerkers. En op die plek kunnen we nu ook aanvragen en hulpverzoeken verzamelen. Voorheen was het een beetje onduidelijk van waar moet je nou precies zijn voor informatie over websites. En nu is er eigenlijk één loket waar medewerkers terecht kunnen met al hun vragen. En daarnaast hebben we verschillende processen aangescherpt, waaronder wat ik zo net al zei, het aanvragen en saneren van websites. Dus ik denk dat we best wel een aantal mooie stappen hebben gezet. Ja. Maar ik denk dat de belangrijkste opgave nu is dat we de juiste omstandigheden creëren waarin we een team in de toekomst succesvol kunnen laten werken aan het op orde krijgen van dat hele portfolio. Ja, en je had het over dat saneren van die websites. Zijn er al websites echt opgeruimd in jullie project? Ja, als project hebben we pas een aantal websites gesaneerd. Ik denk een handjevol. Ik heb de exacte cijfers even niet paraat. En er ligt ook een belangrijke taak voor het nieuwe team om daar in de toekomst structureel mee aan de slag te gaan. Wij hebben als project ons met name gefocust op het proces en het opstellen van een checklist. Hè? Want het opheffen van een website is geen kwestie van even de stekker eruit trekken. De gebruiker moet geïnformeerd worden. Je moet denken aan het archiveren van content of juist het veilig verwijderen van gegevens. Wat gebeurt er met de domeinnamen? Allemaal dat soort zaken. Dus als het projectteam proberen we onze collega's daar eigenlijk zo goed mogelijk in te ondersteunen. Ja. We krijgen ook een vraag voor jou binnen, Pim, van een van de kijkers. En die vraagt, hoe werken jullie eigenlijk samen? Doe je dat ook met andere organisaties? Ja, wat dat betreft werken we samen met allerlei verschillende afdelingen intern natuurlijk om te beginnen. Mm-hmm. Het is een samenwerkingsverband tussen communicatie en informatievoorziening. We werken bijvoorbeeld ook samen met het CIO-office en inkoop. Met DICTU, maar we stemmen ook heel regelmatig zaken af met bijvoorbeeld het ministerie van VWS. Maar ook met Binnenlandse Zaken en INW zitten we regelmatig om tafel om kennis en ervaring uit te wisselen. Ja, en we hebben ook nog een vraag van Steven. Dank trouwens voor alle vragen die jullie stellen aan jou. Hoe groot is eigenlijk dat team van project Websites op Orde? Nou, het projectteam is relatief klein. Het bestaat nu op dit moment uit 4 personen die daar ook niet fulltime mee bezig zijn. Ik ben eigenlijk de enige fulltimer die daar sinds kort dus inderdaad mee aan de slag is. Maar het voornemen is dus wat ik net al aangaf om dit ook duurzaam te gaan beleggen in de lijn. Omdat we toch inderdaad zien van die kennis en expertise die is verspreid over verschillende afdelingen in de organisatie. Ja. En wat we toch zien als best practice, ook op andere plekken, is dat een dedicated team wat zich echt helemaal gericht kan bezighouden met het beheer van dat portfolio het meest effectief is. Daar zijn we dus nog naar op zoek. Ja, dat hoorden we net ook al een beetje aan tafel. Gaan we straks ook nog wel over praten wat de oplossingen zijn. Ik heb nog één laatste vraag voor jou. Hoe zit het eigenlijk met de gebruiker? Kijken jullie ook naar wat de gebruiker wil? Ja, vanzelfsprekend. Hè. Communicatie is een belangrijk onderdeel van ons project, van onze doelstellingen. Er zitten ontzettend slimme collega's die met dat soort vraagstukken bezig zijn. Dus inhoudelijk kan ik daar vanuit het project op dit moment weinig over zeggen. In de zin dat wij ons met name proberen te richten op het op orde krijgen van het portfolio. Ja. Nou, genoeg vragen. Ontzettend bedankt voor je toelichting, Pim. En tot de volgende keer. Dankjewel. We moeten nou maar eens toe naar hoe doe je dat, hè? Dat opruimen. Hoe start je nou eigenlijk een opruimactie? Laat ik met jou beginnen, Oskar. Hoe doe je dat? Nou ja, op zijn minst moeten eerst eventjes de start worden gemaakt met... hebben we met z'n allen door dat er opgeruimd moet gaan worden? Nou, we hebben die stap gemaakt. Inderdaad. Dus we hebben even die stap gemaakt. En dan gaan we opruimen. En dan krijg je de volgende stap. En dat is dat je... bij ons is het dan gebruikelijk om naar de online adviseurs te gaan van de communicatieafdeling. Om juist hulp te krijgen over welke stapjes moet je nu nemen om gecontroleerd afscheid te nemen van dit domein. En dat is soms lastig, want daar kom je soms ook wat technische aspectjes aan tegen. Van ja, je kan het wel, een domein kan je eventueel weghalen. Maar ja, wat voor effect heeft dat dan? Want ja, dan de zoekresultaten verwijzen er nog steeds naartoe. Ja. Dus dat is al een aspect waar je over na moet denken. Waar gaan de gebruikers dan naartoe? En waar denken ze naartoe te gaan? Dan is het alleen maar een kapotte link oplevert. Ja, hoe kom je daar nou achter? Ja, daar hebben we inderdaad wel wat trucjes voor. Ik weet niet of dat het leuke moment is. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij zit Gail ook. Kom maar door met je trucjes. Ja. Ja, ik heb even een filmpje voorbereid. Een kleine demonstratie. Het is een Google search trucje. En de vraag is in dat geval... waar, of eigenlijk wie, verwijst er naar mijn pagina die ik weg wil halen? Okay. Laten we eens gaan kijken en beschrijf jij eens dan wat we zien. Het gaat dus om de oude links opsporen en dat doe je via in-text. Hè? Als ik het er is een trucje om in-text te gebruiken. En dat is welke link is er uiteindelijk... even kijken, is dat goed te zien? Ja. In-text betekent welke tekst kan ik vinden aan de binnenkant van de website. Dus als onderdeel van de inhoud van de website... En dan wil ik er vanaf halen alle linkjes die van de minvws.nl website dus doen zelf zijn. In dit geval met het ministerie Binnenlandse Zaken, de website. Dus hier krijg je nu alle verwijzingen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken... maar niet het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf. Ja. Die haal je er vanaf, uit de resultaten. Ja. Dus dit zijn allemaal partijen, overheid.nl, ibestuur.nl, Eerste Kamer... het parlement in dit geval, die verwijzen naar het ministerie van BZK. Maar dat zouden we natuurlijk ook kunnen doen. Intext:/Gouda.nl, spatie min site .gouda.nl. Ja, dus dan krijg je alles websites die verwijzen naar gouda.nl, behalve de website gouda.nl zelf. Dus dan weet je meteen waar wordt mijn site eigenlijk genoemd. Ja, en dan zou je dus erover na kunnen denken vanuit communicatieperspectief. Welke websites, want dat hebben wij dan veel mee te maken. Allerlei koepelorganisaties, zorginstellingen, fysiotherapeuten, you name it. Die verwijzingen maken naar, hier is meer informatie te vinden. Maar als wij daar de informatie weghalen of de link gaat misschien zelfs kapot... omdat we geen doorverwijzing willen. We willen misschien zelfs geen doorverwijzing, want dat is ook een keus die je kan maken. Ik haal de website weg, maar ik verwijs door naar een andere nieuwe pagina. Dan kun je het ook alweer centraliseren en op gaan ruimen. Dat is ook een keuze om te maken, maar dan weet je in ieder geval... ik heb deze keuze te maken. En ik moet misschien wel al die organisaties gaan informeren... dat ik een website ga opruimen. Ja, dat is misschien een reden om toch te zeggen van... nou, weet je wat, de website halen we weg... maar we gaan de naam en de domeinnaam behouden... en we gaan dan een technische term redirect... dus omleiding ga je dus inderdaad vragen in de techniek. Ja, dat was het eerste trucje, maar je hebt nog een trucje meegenomen. Ik heb hier staan iets over basisbeveiliging.nl. Ja, wil je weten inderdaad van wat er al geregistreerd is... dus wat is er al gepubliceerd over de organisaties... dan raad ik toch aan om eens te kijken bij basisbeveiliging.nl. Basisbeveiliging.nl. We kijken met je mee, Die leveren een website op die begint met bijvoorbeeld een kaart. En dan zijn alle organisaties, bijvoorbeeld van VWS, die zijn op de kaart geplot. En dan kun je steeds verder doorklikken en doorzoeken naar welke organisaties hebben we allemaal geregistreerd in Den Haag of ergens anders. En zij maken dan uiteindelijk op van welke resultaten voldoen je nou aan of niet. Dus rood niet goed, groen wel goed. Ja. En dan zie je dat er best nog wel een hoop websites nog niet helemaal voldoen aan alle vereisten. Ja. En dat is heel makkelijk om... het is, zeg maar, dit lijkt er een klein beetje op alsof je internet.nl gebruikt. Alleen nu is het al een keer voor je gedaan en dan heel veel achter elkaar. Ja, want internet.nl, we zullen die link ook even delen in de chat. Wat kan je daarmee doen? Het internet.nl kun je dus zoeken of eigenlijk een website of de mailservice even snel invoeren en dan controleren. Voldoet die aan de technische eisen die we vanuit de overheid stellen op gebied van veiligheid, maar ook digitale toegankelijkheid, het stukje IPv6. Ja. Voldoet die website daar nou aan de eisen, ja of nee? En met die resultaten kun je eventueel terug naar de leverancier om te vragen, waarom voldoet dit niet? Dit is niet conform de vereisten of de beveiligingsrichtlijnen. Overigens, bij basisbeveiliging.nl zie je dat er ook andere onderzoekjes naar boven komen. Nu wordt er ook veel aandacht gevraagd naar third-party cookies. Wat is dat nou weer? De cookie-wetgeving kennen we misschien wel een klein beetje. Maar derde partijen, dus dat betekent, denk aan reclameuitingen... of wanneer partijen zoals Google of andere populaire diensten... tracking cookies, dus mensen kunnen dan gevolgd worden. Ja. De gebruikers kunnen dan via andere sites en deze site waar je naartoe gaat... gevolgd worden dat je hier bent geweest. Dat is een privacy aspect... Nou ja, daar doen zij onderzoek naar. Het is een onafhankelijke organisatie. En nog een laatste trucje, dat gaat over certificaten. Vertel. Zeker, want de vraag is, ik hoorde het net al, de zoektocht. Waar komen nou uiteindelijk, welke website hebben we nou eigenlijk? En als je dan kijkt naar of dat nou minvws.nl is of Gouda.nl, even als de voorbeeldjes. Maar welke websites staan hier nou onder? Welke subdomeinen hebben wij? Welke diensten, welke applicaties staan daar? Daar heb je ook een video over meegenomen. En in de video, daar gebruiken we Certificate Transparency voor. Sinds de DigiNota-crisis is dit verplicht dat alle certificaten gepubliceerd worden. Hier heb ik dan het voorbeeld van gebruikerscentraal.nl gepakt. En hier zie je alle systeempjes, de acceptatieomgeving, de testsystemen. Die zie je dan onder water naar boven komen. En dit is een manier om, dat noemen we dan open bronnenonderzoek, open source intelligence, om te gaan zoeken naar waar ben ik nou eigenlijk verantwoordelijk voor. En dit is heel makkelijk te bereiken via crt.sh en dan de zoekfunctie. En je noemde net ook nogal forumstandaardisatie.nl, daar hebben we het al eventjes over gehad. Die zetten we ook nog even in de chat, dus dat is ook nog een manier om aan de gang te gaan met zo'n opruimactie. Zeker, zij zijn verantwoordelijk voor de standaarden die we zetten, de technische standaarden waar alle websites aan moeten voldoen. En er zitten heel veel beveiligingsstandaarden onder. En die vertellen inderdaad ook waar moet die website nou aan voldoen. Dat wordt dus getest, kan je testen met internet.nl. Superhandig en superhandige trucjes om, ik zie al helemaal voor me dat alle kijkers naar dit webinar meteen eens even gaan kijken hoe zit het eigenlijk met onze site. We gaan even door naar Gouda. Ja. Hoe doen jullie dat dan, zo'n opruimactie opstarten? Nou, we zijn nog niet echt zover dat we echt al bezig zijn met opruimen. We zijn wel aan het kijken welke, of er websites zijn die inderdaad minder bezocht worden of niet meer bezocht worden. En we zijn nu eigenlijk op het punt om dan te kijken of er dan sites weg kunnen. Ja, en dan gebruik je dan ook dit soort websites waar we het nu over hebben gehad? Nou, dit was voor mij eerlijk gezegd allemaal nieuw, dus ik ben hier wel blij mee. Dus jij hebt helemaal zin om straks terug naar kantoor te gaan en meteen even dit te doen. Kleine hackertrucjes. En dit zijn van de hele kleine technische trucjes. Ik zeg dan als zo, vraag het internet, waar staat alles? Dat kan dus. En er zijn nog wel meer trucjes. Dit zijn de makkelijkste om zelf uit te voeren vanaf een webbrowser op iedere website. Zelfs de meest afgeschermde toestellen van de overheid. Oh, zelfs de meest afgeschermde. Dan gaan we opruimen. Hè? En Gail, wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk voor zo'n opruimactie? Hoe zien jullie dat in de gemeente Gouda? Ja, op dit moment ligt het nog wel heel erg bij de redactie. Ja. En dus bij jullie bij de afdeling dienstverlening? Ja, bij de afdeling dienstverlening inderdaad. We zijn nu wel aan het kijken, want echt het opruimen, nou ja, zoals ik al zei, dat moeten we echt nog gaan doen. We zijn nu vooral eigenlijk bezig om ervoor te zorgen dat er niet nog meer websites bij komen. Mm-hmm. En uiteindelijk is het echt wel een kwestie van samenwerken. Want we kunnen dat niet in ons eentje. Dus we moeten sowieso met dan de afdelingen in gesprek die een website hebben, waarvan wij denken dat die weg kan. Ja. Want er zijn natuurlijk ook wel, laten we wel wezen, ook wel echt websites en applicaties die kunnen gewoon niet weg. Als je het hebt bijvoorbeeld over een zaaksysteem of een e-dienst, een burger-e-dienst. Nee, dat kan gewoon niet weg. Dus ja, daar zouden we dan eventjes naar moeten kijken. Wie is er dan allemaal bij betrokken? Want dingen kunnen niet weg, maar er kan misschien wel uit zo'n test komen dat het totaal ontoegankelijk is of niet veilig is. Dus dan heb je toch moet je toch een gesprek gaan voeren. Hoe gaan we daar dan voor zorgen? Ja, dat sowieso. Ja. Want dat zijn we sowieso al van plan om met alles. Hebben we al een start mee gemaakt, maar daar blijven we de komende tijd mee doorgaan. Om inderdaad wel in gesprek te gaan met alle mensen die bij ons een organisatie, een website of een applicatie in beheer hebben. Om inderdaad wat meer uit te leggen over vooral ook digitale toegankelijkheidseisen, maar ook de archivering enzovoort. En om dan ook te zorgen dat we dan daaraan allemaal aan gaan voldoen. Dus dat er een toets komt, dat er een rapport komt. En dat dan ook allemaal wordt aangepast. En als ik het goed begrijp, is het initiatief voor dat soort gesprekken ligt echt bij jullie. Ja. Klopt. Dus dat is een behoorlijke taak die jullie met je meedragen. Maar goed, stapje voor stapje volgens de olifantmethode. Precies, daarom. Dus we zijn er nog niet, maar we zijn wel op weg. Dus, hoe zie jij dat? Wie is er verantwoordelijk voor zo'n opruimactie? Nou ja, ik ga mee met degene die het net inderdaad ook zo uitlegde. Pim, die legde het ook mooi uit. En dat is, hoe krijg je het terug de lijn in inderdaad? Bij ons, we hebben dan echt te maken met duizenden domeinnamen. En een heel aantal is infrastructuur, maar een gros is toch website, campagne of anderszins. Een heel aantal zullen moeten blijven bestaan. Dat is prima, geen probleem. Maar we moeten ook de vraag kunnen stellen naar de directies toe, bij de directies die hier verantwoordelijk voor zijn. Die hebben namelijk ook de regie over die hele campagne en over dat contact met burgers en zorgverleners en andere partijen. Ja. Dus zij moeten in regie zijn van wanneer kan het nou weg of kunnen we het anders doen. En anders doen is ook al een fijne, want heel misschien kunnen de websites gestopt worden, maar de informatie overgeheveld worden naar de centrale websites. Ja. En dat zorgt voor vereniging, wat gemak. Het kost ook minder moeite en als er een keer wat een incident is, er zijn zoveel redenen om uiteindelijk wat meer centrale aan te pakken. Dat scheelt gewoon heel veel individueel werk per afdelingje. Ja. En als je nou tegenkomt dat er geen eigenaar is van zo'n website? Ja, dan wordt het even zoeken. Dat bestaat denk ik wel. Ja, die hebben we ook. En dan kom je er toch achter, wat gaan we er dan mee doen? Ja, dan wordt het toch wel even een flink spel. Met wat zijn de gebruikersstatistieken? Wordt het inderdaad nog veel gebruikt? Wat is de zorg erin? Nog een andere hele belangrijke. Is er ooit vanaf dat domein ooit een keer ge-e-maild? Dat is bij ons wel een hele belangrijke. Er zijn diverse onderzoeken geweest van ethische hackers die ook verteld hebben. Nou, als ik nu uiteindelijk een pagina die is afgenomen zelf opnieuw registreer daarna, dan vang ik misschien nog oude e-mailtjes of mensen die dan gewoon uit hun oude e-mailbox nog even reply drukken en denken, oh, ik moet nog even een mailtje sturen na een jaar. Wat doe je daarmee? En dat kunnen hele gênante situaties opleveren. Dus we hebben wel een beetje als stelling, als er ooit van gemaild is, dan gaan we de domeinnaam in een quarantaine plaatsen. Dan gaan we er nooit afscheid van nemen, omdat het te risicovol is. Quarantaine ook echt een VWS-term natuurlijk. Ja, maar goed. Jij wil nog iets toevoegen. Nou ja, inderdaad, het onderbrengen van content van bepaalde pagina's of websites die je niet meer nodig hebt op Gouda.nl of andere websites waarvan we hebben gezegd, die houden we omdat die gewoon belangrijk zijn. Dat is inderdaad ook wel een puntje wat bij ons in het plan staat om daar ook naar te gaan kijken. Ja. Jullie hebben alle twee ook gehad over de veel bezocht. Ik onderbreek je even omdat er een vraag binnenkomt van Manuel. Die zegt, veel bezocht zijn, dat is toch niet het enige criteria om een website op te kuisen? Hè? Oh, dat is een zeer terechte vraag. Want soms moet je er echt over nadenken van, ja, is het nou daadwerkelijk nog wel nodig? Of moet je er echt afscheid van nemen? Maar dat is een beetje de puzzel. Een van de dingen waar ik naar kijk, maar dat is omdat ik niet de inhoud van een directie ken. Ja. Ik ben een informatiebeveiliger. Ik ben niet onderdeel van een bepaald iets over, ik noem maar wat, zwangerschapsvraagstukken. Dan laat ik dat graag over aan de experts daar van die afdeling die daarover gaan, over die communicatie. Zij moeten erover nadenken, is dit wel de slimste manier om daarover te communiceren? Ja. En die vraag moeten we wel stellen, want die wordt niet altijd gesteld. Ja. Over communicatie gesproken, Gail. De afdeling communicatie, want jullie zijn van dienstverlening. Welke rol speelt die bij jullie? We hebben dus niet echt een afdeling communicatie. We hebben communicatieadviseurs. We werken wel met hen samen. Dus het is wel, zij weten ook wel van, als er een website of zo bijvoorbeeld wordt aangevraagd. Dan komen ze of bij ons of ze ketsen het zelf al af. Of er wordt dan echt wel gekeken hoe zit het. Maar zoals ik al zei, bij ons gebeurt het heel veel dat beleidsmedewerkers of projectleiders zelf aan de slag gaan. Dat wordt dan af en toe wel lastig. Dan is het ook fijn als die weten hoe het zit. Dus we hebben laatst wel een gesprek gehad met een projectleider die inderdaad dus voor zijn project, omdat het best een groot project was, voor project openbare ruimte, eigenlijk ook een nieuwe website wilde. En toen hebben we eigenlijk samen gekeken of er niet mogelijkheden waren bij ons op de website op gouda.nl om dat toch onder te brengen en daar dan wat uitgebreider een pagina van te maken met weer onderliggende pagina's. Zodat we niet meteen een hele nieuwe site... Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk. Daar was toen wel inderdaad ook een communicatieadviseur bij betrokken. We hebben een campagne die heet Slim met Geld. Ja. Daar was in eerste instantie ook, want dat ging dan ook weer via een communicatiebureau extern. Willen graag een nieuwe website. Een nieuwe website. Het gaat eigenlijk om hoe we de inwoners van Gouda kunnen helpen met de stijgende prijzen, energieprijzen. Dus welke regelingen zijn er allemaal al? Waar kunnen mensen tips vinden? Enzovoort. Dus dat was eigenlijk echt een campagne geweest. Of dat nog steeds, want die is dus nu weer... dus je bent echt een campagne gemaakt, maar gaan kijken hoe kunnen we die dan misschien wel... Precies. Laten we misschien anders eerst eens kijken hoe jullie website, hoe een gewone pagina van jullie website eruit ziet. Ja, nou, ik zie hier rioolvervanging, korte akkeren. We weten meteen wat weer van Gouda, iedereen die meekijkt. Nou, dit is echt een projectpagina van een project in de openbare ruimte. Dus nou ja, je ziet hier zit dan wel een plaatje bij van een kaart, maar verder is het echt heel sober met alleen tekst. Ja, en dit is gewoon zoals jullie website eigenlijk, de gewone website van de gemeente Gouda is. Heel erg gericht op dienstverlening. En dan kwam er dus iemand voor het project Slim met Geld. Ja. En die wilde eigenlijk natuurlijk een hele flashy, ik zie het helemaal, ik zie het helemaal gebeuren, maar er moet van alles op gebeuren. En toen hebben jullie dit ontwikkeld. Ja, en dit is dus ook helemaal binnen jullie website. Klopt. Ja, dit is helemaal binnen Gouda.nl. Maar heeft wel echt een hele andere look en feel dan onze eigen website. Want hier heb je wel echt dan met een mooie banner en met fotootjes. En daar kan je doorklikken. En maar het voldoet toch helemaal aan alle eisen, aan alle 25 regels waar we het net over hadden. Ja, want hij zit gewoon binnen Gouda.nl. Ja. Dus het is ook echt Gouda.nl/slim-met-geld. En het enige waaraan je eigenlijk echt ziet dat het binnen onze website is, is dat je boven de menubalk nog hebt. Super mooi voorbeeld. Ook dank dat je dit met ons deelt. Want ik denk dat het heel inspirerend is ook van, oh ja, het kan wel. Maar wat ik ook mooi vind, wat ik bij jullie beiden hoor, is dat je niet meteen gaat zeggen van dit kan allemaal niet. Nee. Maar hey, er zijn allerlei oplossingen voor. We hebben ook weer een hoop kijkersvragen binnen. Dus daar gaan we nu snel naartoe. Want als het goed is, hebben wij een vraag van Doreen Leopold. Al die overheidswebsites. Het is voor ons enorm veel werk en het is voor onze klant gewoon niet meer te doen. Want waar moet hij in godsnaam beginnen? Het staat of valt, denk ik, met het mandaat dat wij communicatie- en contentprofessionals hebben. Kunnen en mogen we nee zeggen tegen het zoveelste verzoek voor weer een nieuwe website? Ik denk van wel, maar ik hoor heel graag hoe jullie daarover denken en vooral hoe we daarover dan het goede gesprek met elkaar aangaan. Ik hoor het graag, dankjewel. Nou, dank je Doreen voor deze vraag. Je denkt zelf van wel, laat ik het eens aan Oskar vragen. Ben je het eens met Doreen? Ja, ik vind dat dit is juist het probleem eigenlijk. Hè. Wie kan er nou uiteindelijk nee zeggen? Nou ja, ik ben al van de security afdeling, dus dat woord komt vaker uit mijn mond dan bij andere afdelingen. Maar buiten dat, de vraag is natuurlijk ook een beetje van ja, maar wil je nou wel echt een nieuwe website hebben? Ik zie net het voorbeeld van Gouda.nl en dan is het juist die meerwaarde om van die 25 kaders en wetgevingen om dan er een heel aantal weg te kunnen strepen, want dat is al geregeld. Ja, dat is hoe gaaf is dat? Fijn, ja. En dan is het niet meer een oh mijn god, wat een opgave, maar dan is het een verademing eigenlijk, dat je geholpen kan worden door de faciliteiten die er al zijn. Dat is eigenlijk ook het verzoek van aan iedereen. Kijk vooral wat je wel kan doen met de websites die al bestaan, de platformen die er al zijn. En dan zou je eventueel kunnen stellen van nou, de uiting, als die dan gaat komen, kan die dan ook op bestaande infrastructuren komen? Want wat maakt het nou zo dat het een, ja, even in mijn woorden, een broodje speciaal wordt, zeg maar. Ja. Waarom wil je nou inderdaad die speciale behandeling hebben? Kan dat niet iets eenvoudiger, waardoor je het wel op die standaard infrastructuren kan doen? Maar toch, de echte kernvraag is, zou je een keer nee kunnen zeggen? Ik denk dat de communicatiecollega's juist de collega's zijn om eens door te denken over die communicatiestrategie. Want daar zijn wij... nou ja, goed, ik haal het toch weer aan, inderdaad, zoals bij Lubach gepresenteerd. Dat was dat het even scheef ging op de communicatiestrategie. Wat is de bigger picture? En zij zijn nou hier net degene die misschien even dus erboven kunnen kijken van wat is nou de communicatiestrategie van die directie? En dan kan je waarschijnlijk tot de conclusie komen, dit niet. Nee, en je hebt dus die mensen allemaal nodig die datzelfde verhaal, eigenlijk wat jij ook zegt, hè, dat verhaal moet je wel blijven vertellen in de organisatie. Zijn er meer dingen die je moet doen om te voorkomen dat er dan nieuwe websites komt? Nou ja, waar wij mee bezig zijn is om echt vast te leggen wat de route is om een nieuwe website al dan niet in de lucht te krijgen. Dus om echt een beleidsdocument te schrijven wat ondertekend wordt door de directie. Oh ja. Waardoor wij als redactie en ook dan de communicatieadviseurs, dat we echt kunnen zeggen van nee, kom eerst langs bij ons, dan kijken we waarom wil je deze website, waar is die dan voor bedoeld, waarom kan dat niet onder Gouda.nl vallen. Of wellicht ook onder een van de andere websites die we al hebben en die we willen houden. Om dan eerst zo'n oplossing te zoeken. En als dat niet kan, dan kunnen we altijd nog kijken. Maar dan is het wel dat het inderdaad meteen vanaf het begin af aan dat wij erbij betrokken zijn. Dus dat wij kunnen helpen met alle dingen, dus met de digitale toegankelijkheid, met de archivering, met de privacy, met de AVG, al die zaken, dat wel goed geregeld wordt meteen. En ook afspraken maken over het beheer, dat inderdaad beheerd wordt, up-to-date blijft enzovoort. Dus we krijgen ook een vraag, die sluit je fantastisch bij aan, van Wesley. Dank voor je vraag. Gaan jullie ook de governance dan vastleggen? En waarin je ook mandaten dan echt vastlegt en regelt? Bijvoorbeeld gaat over de toevoeging van nieuwe websites en het mandaat hebben om websites te verwijderen, zegt hij dan. Nou, ik hoop dus dat we daar inderdaad met dat beleidstuk en dat het wat duidelijker wordt hoe de hazen lopen, zou ik maar zeggen, binnen de gemeente. Dat wij daar wel in overleg wel, want we gaan natuurlijk niet overal nee tegen zeggen. Of we willen sowieso altijd samen naar dingen kijken en oplossingen zoeken. Maar dat we wel inderdaad ook uiteindelijk het mandaat zouden kunnen hebben om te zeggen, dit is hier en hier en hierom. Moet die weg? Of is dit gewoon geen goed idee? Of dat je daar inderdaad. En dan heb je wel een mooie oplossing om bijvoorbeeld iets misschien wel te doen of op een andere communicatie. Dat sowieso. Daar denken we graag over mee. De checklist waar jij het over had, die 25 dingen, daar hebben jullie ook een soort checklist voor ontwikkeld, begreep ik? Ja, we hebben inderdaad. Het is iets wat we in ontwikkeling hebben, zeg ik je wel even bij. In de allereerste versie, primeur hier. Echt waar? Ja, dus dankjewel, Noah. Dus een collega van jou heeft een eerste versie daarvan gemaakt. Die mogen we nu delen, begrijp ik? Die mogen we inderdaad nu delen. Het is vooral een handreiking over verschillende fases of levensfases van een website. En het begint met de fase voordat je iets gedaan hebt. Want het gesprek met jullie eigenlijk, dat hebben wij ook inderdaad bij de online adviescollega's. En de bedoeling is dat we dat gesprek wel hebben voordat we iets hebben aangeschaft. Want anders heb je het verkeerde inderdaad aangeschaft wat volledig niet voldoet. Ja, dat is een groter probleem. Precies, en dan blijft het maar voortbestaan. Dan hebben we het wel kunnen registreren. Als je niet langs online advies gaat, dan komt de registratie ook niet op orde. Dit gaat dan niet goed. Dus we hebben daar de eerste stap, heb je het inderdaad wel nodig? Precies dezelfde vragen. De volgende stap is, oké, maar wat moet je dan doen om een goede website neer te zetten? Ja, dan krijg je toch best wel veel, als je het zelf wilt doen en je gaat niet gebruik maken van standaard platformen, dan heb je veel huiswerk. En dat huiswerk hebben we even uitgeschreven. Daarna krijg je het volgende stapje. Daarna krijg je het volgende stapje. Nu is het in bedrijf. Wat moet je dan doen in die fase? Nou, dan moet je ook 's nachts paraat staan met de beslissing. De website is misschien aangevallen, overgenomen door niet de juiste mensen. Wat gaan we dan doen 's nachts om 2 uur op een zaterdag diep in de nacht? Wie bellen we dan uit bed om te beslissen, deze website mag offline of er hangt heel veel van af? Als dat niet geregeld is, dan moeten wij vanuit security gaan beslissen. Nou, dat wil je ook allemaal geregeld hebben op voorhand. Maar je moet het wel weten dat dat geregeld moet zijn. Ja. En daarna wil je er vanaf. Dan moet je ook in gecontroleerde wijze er vanaf. Dus dat is weer contact met online advies. Help ons eventjes door die stapjes heen. Maar we willen het ook vooraf kunnen vertellen aan iedereen. Weet dat deze stapjes erin zitten. Ja. In dat gesprek met online advies. Dat zijn steeds dezelfde stappen. Ja, en die delen we. Nou, super fijn. Dus een cadeautje voor onze kijkers. Iedereen die meekijkt kan met die checklist aan de slag. Hij staat nu in de chat, als het goed is. Voor jullie denk ik ook handig om mee aan de slag te gaan. Het is fijn. Ja. We hebben nog een vraag binnengekregen. En dat gaat over het domein .gov, dus gov. In hoeverre kan een uniforme domeinnaam-extensie, het zijn lekkere woorden die jullie soms binnenkomen, vanuit de overheid nou bijdragen aan minder overbodige websites? Dus bijvoorbeeld alle overheidswebsites op een, met dat .gov domein aan het einde. Zou dat kunnen bijdragen? Je ziet de filosofie erachter is, welke website is nou van de overheid? En aan de ene kant is het de look and feel. We zagen net al even van Gouda.nl even 2 look and feels. Welke is nou de echte? Je ziet in ieder geval altijd bovenaan de gemeente Gouda staan. Ja, maar dat is in ieder geval uniform, dat is fijn. Wij hebben heel veel campagnewebsites die soms een beetje losstaan, omdat ze onderdeel zijn van bijvoorbeeld een stichting of een andere activiteit. En dan ziet de look and feel er ineens heel anders uit. En dan krijg je het probleem, hoe vecht je nou eigenlijk tegen zo'n concept als fake news? Hoe ga je daar nou tegenaan? En dan is het lastig om dus steeds maar moeten vertellen, het is de belastingdienst.nl en niet belastingdienst.nl. Nou, daar ga je al. En heel misschien zijn er wel veel meer van dit soort voorbeelden. Kleine typo's, is het nou minvws.nl of minwvs.nl? Ja. De typo's zijn snel gemaakt. En dat is de filosofie erachter, van zorg ervoor dat het makkelijker wordt, overzichtelijker wordt en heel duidelijk ook bestuurbaarder wordt. Alles onder golf.nl zou dan allemaal betrouwbare overheidswebsites zijn. Zou dat voor jullie ook fijn zijn als dat er zou zijn? Ja, uiteindelijk denk ik wel, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er verder niet altijd... En bij de gemeente Gouda is het door jullie werk allemaal heel duidelijk dat het gewoon de gemeente Gouda is. Ja, nou dat is niet altijd het geval, maar het is wel het streven. Ja, we vliegen er doorheen vandaag. We sluiten altijd de Direct Duidelijk Tour af met de vraag: wat is jullie gouden tip aan de kijkers? Begin ik met jou, Oskar. Ja, de gouden tip is toch betrek die online adviseurs of de mensen die hierover gaan als startpunt. En zowel bij het starten van zo'n activiteit, van ik wil een nieuwe uiting hebben, haal daar adviseurs bij die daar gewoon gedreven in zijn en die weten wat er nodig is. Zij kunnen inderdaad helpen met ook beslissen, kan je op welke infrastructuur kan je werken. Heb je daadwerkelijk een speciale situatie te pakken of toch eigenlijk niet? En daar juist wat sturing in krijgen, zowel aan het begin als aan het eind. Want daar begint het uiteindelijk wel. Dus onze collega's kunnen er echt heel goed bij helpen. Heldere tip en dan ook nog een checklist gedeeld, dus dat is heel fijn. Dankjewel daarvoor. Gail, wat is jouw gouden tip aan onze kijkers? Ja, dat is voor mij toch echt het stapje voor stapje ermee aan de slag gaan. Ja. Want het is een heel proces. Het is iets van lange adem. Dus ja, neem het stapje voor stapje en dan gaat het komt vanzelf. En dan maak je uiteindelijk hele mooie, mooie voorbeelden gezien. Ik denk dat we de olifant van de gemeente Gouda nooit meer gaan vergeten. Goed, hier vanuit de Direct Duidelijk Tour. Dus dat hapje van jou, we brengen nog één keer gewoon ook in beeld. Stapje voor stapje, want een olifant eet je hapje voor hapje. Hebben we ook weer geleerd vandaag. Dank jullie wel. Voordat we afsluiten, nog even dit. We willen namelijk ook graag weten wat jij vindt van onze webinars. Dat kan je doen door je tip en top achter te laten. En dat doe je via de link in onze chat. Die staat er nu. En heb jij nou een goede vraag op het gebied van communicatie of dienstverlening? Worstel je ergens mee? Mail ons dan vooral. Want we gaan graag met de onderwerpen waar jij over wilt dat we het hebben, gaan we graag aan de slag. En je kan ons mailen via directduidelijktour@gebruikerscentraal.nl. Hou natuurlijk onze website en socials in de gaten. Daar staan alle afleveringen voor de komende tijd al opgesomd. Ik noem daar alvast een paar. 21 maart gaan we het hebben over communiceren in meerdere talen. Hoe doe je dat en waarom doe je dat precies? 25 april gaan we het hebben over inclusief denken en doen. Hoe doe je dat nu echt? En 23 mei gaan we het nog hebben over veranderen doe je niet zo. Nou, daar gaan we het allemaal nog over hebben. Ik zie jullie dan weer aan de andere kant van het beeldscherm. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Jullie ontzettend bedankt voor jullie enorme expertise en tips. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel en tot de volgende keer.